Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Metabots, Metabee vs. Rakusho version. Jordi gaat nog steeds niet echt heel top. Kijk, je zegt nieuwe aflevering, maar als ik de vorige twee afleveringen had gewoon gepakt en gewoon had verwisseld, had jij niet kunnen uitvogelen wat is in aflevering 2 en wat is aflevering 3? Nou ja, eigenlijk bij mij wel hoor, bij mijn scherm, maar verder, ik snap wat je bedoelt. Ja, ik zit echt te denken van, ik had het er net heel eventjes offscreen over, van stel je bent een kind en je koopt deze game, een Rakusho version, dan denk je toch echt van, what the fuck is dit? Mm-hmm. Want, ik heb ook even dingen opgezocht, ook even snel tussendoor, want laat me veel eerlijk zijn, ik zie niet zo heel veel te doen, ik zit letterlijk in een, time is a flat circle bij mij nu, ik loop gewoon rondjes. Yeah. En ik heb ook gewoon gekeken van, wat is de tactiek die mensen zeggen voor Rakusho? Scout en hamer. Ja, maar als je hamer kapot is, dan kan je geen hamer doen. Nee, oké, dan doe je je zwaard. Maar omdat jij letterlijk geen ene hit kan taken, dan is het ook maar gewoon soms gewoon gokken van, oké, wat is mijn ding? Dus ga je voor hamer en je hamer is kapot, ben je een beurt kwijt. Dan ben je weer genaaid. Yeah. Ga je voor zwaard en is je zwaard kapot, ben je klaar, want je hebt geen ander wapen. Ja. Yeah. De mogelijkheid was om chain reactions beter te triggeren, had ik ook nog kunnen zeggen van oké, Allah, prima, maar... Ja, precies. Maar dat is het er ook niet. Even kijken... Ja... Oeh, wacht even, ik heb nu twee. Ja, ik wil bijna zeggen van, weet je wat, we gaan het gewoon proberen. Volgens mij heb ik nu alle onderdelen van een compleet nieuwe metabot. Oh, dat zou je kunnen proberen inderdaad. Sumo Press, Light Axe, Great Axe, Kintal Egg. Genig, ik krijg wel een plus. Ik krijg wel een plus 4 als ik mijn oude kop gebruik. Maar niet plus 4 als ik die andere erbij pak, dus... Weet je wat? Als ik kijk naar de details, wat krijg ik hiervan? Ja, prima. Weet je wat? We gaan het gewoon proberen met deze. Sowieso om te zien. Ik word deze outclass deze de Rakusho met een bot. Yeah. Zo van, ja Milan, ik heb je ingehaald. Yay! Yeah. Dat is gewoon een common ding. Save wel even. Ja, doe ik ook. Okay. Voor de mensen die naar mijn beeld nu op dit moment kijken. Ik ben aan het kijken of ik dat meisje met die beer weer kan vinden. En dan moet ik nog twee. Het is een common iets, hè, dus. Hey, meisje met de beer. Nu hopen dat ik een van de parts krijg die ik nog niet heb. Zo. Oké, nou ja, ik ben eindelijk de school gegaan. Ik zit nu met Salty. Het is gewoon een hond naar Sander vernoemd. Hoe cool is dat? Ja. Oké, dan zijn we dat klaar. Oh, dat is weer een crit natuurlijk. Ik doe gewoon wat normale fights met deze, wie weet. Misschien valt mee, misschien niet, we zullen zien. Ja. Ben ik sneller? Nee, de andere is nog steeds sneller. Maar ja, ik heb een betere medaille erin, dus hey, wie weet. Je hebt maar één medaille, toch? Ik heb één.
Ik herhaal even. Ik ben nog net in de school geweest en ik heb net een stuk met de hond klaar. Jij zei, je zegt, ik heb nu een betere medaille, maar je hebt toch een... Ja, nou ja, ik heb een betere medaille dan de common gozer. Dus ik heb dezelfde medalbot, alleen mijn medaille die ik erin heb zitten, is beter. Ik snap nu wat je bedoelt. Ik dacht ervan, hè, maar je hebt toch maar één medaille. Ja, ik heb het niet verteld, maar ik heb de Ultima medaille erin gestopt. Ah, oké, ja, dan gelijk heb je. En zelfs daarmee haal ik het niet raar, hè? Nee. Oké, ik ben 2 keer geraakt, maar ik ben maar 1 ding verloren, dus... Kijk. Voortekenen zijn progressie. Goed. Voortekenen zijn goed. Ah. Geen idee waarom en geen idee hoe het werkt, maar voortekenen zijn goed. Yeah, ik krijg de benen, nice. Ik hoef alleen dat hoofd nog. Ja, alleen de damage output is wel minder, maar blijkbaar de skill up is wel gedeeld. Dus als de ability hetzelfde is op een andere medabot, gaat je skill daarmee wel omhoog. Oké, dit was al gigantisch gevaarlijk. 32 damage op mijn hoofd en mijn hoofd heeft 35 HP. Oké. Dus, oeps. Oké, even weer save van iedere fight. En dan ga ik even op zoek. Misschien zijn er nog een speciale dingen in de klasruimtes. Waar ik nog niet naar heb gekeken. Zo. Ah, gewoon de standaard crap. Oké. Ik zit alleen wel eventjes in mijn maag met waarom ik een air medaille heb. Alleen ik heb ook een air medabot en dat die doet verder krijgt geen boost daardoor, zeg maar. Dat is inderdaad zeer raar. Huppakee. Nou ja, tot nu toe bevalt de nieuwe random metabot me wel meer. Ja, nou, dat is in ieder geval goed nieuws voor deze aflevering. Ja, het is alleen wel dom dat het gewoon een random beest is, hè? Ja. Gate girl. Dit komt niet goed, maar we zullen zien wat er naar voren zal gaan komen. Ik heb per ongeluk een fight gekozen tussen een 1 tegen 2 met de bot. Oké. Hey, wie weet, misschien komt het goed. Kijken naar mijn geschiedenis, betwijfel het, maar positief blijven. Wie weet. Oké, dat is kapot. Chain reaction? Ja, benen kapot? Nee, die hadden we afgesproken. De benen moeten meer damage doen dan 1. Ja. Oké, hoeveel damage doet dit? Critical hit. En een arm ben ik ook kwijt. Nee, dat maakt niet uit, want hier heeft geen verschil gezeten welke arm ik zou gebruiken. Oké. Want ook al doet hij 30 damage, dan had hij waarschijnlijk ook 20 damage gedaan. Ja. Zo. Nou. Oké, ik heb bijna 1 metabot kapot van de 2, maar ik denk niet dat het erin zit dat ik ook meteen de andere kapot kan maken. Dat ook nog kan killen, ja. Want je krijgt geen HP buff of wat dan ook, dus... En dan overleeft hij het weer met 3 HP. Heel sad. Maar dat willen we niet.
nee. Wat een vuile bit. Ja. Nee, dat overleef ik al niet. Hij is ook sneller. Oh. The targeted meta part is broken, maar ik heb nog niks kapot. Nee, dat klopt. Dat is de target wat je, waar je op mikt, zeg maar. Oh, ja. Dus als jij mikt op je linkerarm, maar je linkerarm is dan door anderen kapot gemaakt, dan telt het dan niet meer. Okay. Exact, ja. Wie heeft deze game ontwikkeld op deze manier? Ja. Oh, ja, ik hoef er maar één van de twee kapot te maken, dat is mooi. Ja, alleen je moet de leader kapot maken. De leader is de bovenste. Als die kapot is, dan heb je automatisch gewonnen. Yay, mijn meadow evolueert. Echt? Welk level? 10. Zou je daar veel in van merken? Weet je wat? Wij wisselen weer terug naar Roco Show. Ja, wellicht. Laten we even heel eerlijk zijn. Ik heb letterlijk maar geen idee. En aan de ene kant, ik vind... Wat we net deden werkte. Maar als ik het met Roco Show kan doen, dan doe ik het ook gewoon met Roco Show. Ja. Toch even, als Roco Show zometeen weer niet presteert, dan gaat Roco Show weer de garage in. Ja. En vervang ik hem weer door een sumo-politieagent. We zullen zien. Even kijken. Oké, nou. Ik wil die Medabee. Ik wil die Medabee. Nee, maakt me niks uit. Ik wil die Medabee. Ik heb er nu veel meer aan dan deze. Of tenminste, geef me het hoofd van de Medabee. Vind ik ook prima. Moet je tegen een Medabee? Nee. Ik ben het lab in opnieuw gegaan. Oh. Ja, voor de medal, hè? Ja, oh, ja, ja. Een bad medal. Oh. Wacht even, ik ben iets aan het lezen, hoor, maar... Bad medal is very compatible with meta parts that target airtype medals. Oh. Zou dat misschien kunnen zijn? Het is totaal niet logisch, want... Dan... De target C-type... Nee. Maar wat zou een ding targeten dan? Welke meta part zou je dan moeten hebben? Ja, ik heb geen idee. Even kijken, wat is mooi. Fuck it, ik neem de fucking monkey. Ik heb nou al 3 keer dezelfde arm van die beer gekregen. Mhm. Hey, de meta... weet je wat? Jij wordt nu natuurlijk Rakusho, hè? Maar volgens mij kan je nu Metaforce doen. Ja, yeah, because you mastered level 10, mastered Metaforce. Yeah. Dus, hey, wie weet? Wie weet? Ja. Ik ben volledig doorgedraaid, maar wie weet? Ja. Yeah. Ik denk dat... Hmm. Even kijken, ik heb wat duplicate stores, hè. Meneer, of mevrouw, excuses. Even kijken, hoeveel kopie heb ik van deze? Ik heb 1 van deze. Ja. Misschien is het idee voor jou om naar de shop te gaan. Voor mij? Ja. Oké. Want? Nou ja, mogelijk is er iets wat het kan targeten. Oké, ja, ik ben benieuwd hoe je dat dan kan zien, zeg maar. Ik heb geen idee, daar probeer ik nu ook even uit te vogelen, maar kom ik nog op terug. Want even kijken, ik heb hier... Ja, ik heb hem gevonden. Er is een hoofd. Ja. Er is een arm. Is ook een rechterarm of is het alleen een hoofd? Nee, er is iets compleet anti-airs wat je kan kopen. Oké. Dat is dan €20.
Want ik heb letterlijk qua geen idee... Hoe jij geld koopt? Ja, parts verkopen. Ja. Denk ik. Nee, kut. Oh, dat is niet de bedoeling. Hebben ze ook nog een naam of details? Kom op, mis. Ik heb niet de muis gekozen, maar wie weet, muis met extra dingen, wie weet, misschien helpt het, misschien niet, maar we zullen zien. Oké. Progress! We love progress! Metaforce is zo goed, oh mijn god. Je kill alles in één hit, kaboom. Oh, je bent ook level 10. Ja, net geworden, ja. Ja, oké, maar je hebt ook meer experience omdat jij waarschijnlijk dat allemaal hebt, hè? Ja. Mm-hmm. Ik ga eens naar de shop. Jij zegt dat er in ieder geval iets, misschien wel iets anti... Ah, dan moet ik weer vechten omdat ik niet kan runnen. Hoe durf je mij te hameren? Nou ja, als ik tegen Jasper vecht, zal ik ook gewoon iedere keer hamer doen, want ja, kom op, hamer doet zoveel damage. Ja. Hamer is speciaal voor jou gemaakt. Ja. Just give me a giant fucking hammer. En when he arrives, I will hit him with a hammer. Kaboom. Zou ze anders zeggen. Ja. En ik zou zeggen, gigantische hamer. Let's go. Oeh, ik ben sneller, net. En misschien heeft het iets impact op snelheid, ik weet niet. Ik weet niet wat precies wat een medal doet. Nee, ja, ik ook niet. Mooi is het nog van, ja, Rokuso ziet er zo spannend en gaaf uit. Ik kijk hiernaar zo van, vind je? Ja. Het enige wat ik vind van Rokuso is dat zijn damage output nog hoger moest. Ja, nou, of dat hij meer HP zou krijgen. Ja, maar ik denk dat zelfs een verdubbeling van zijn HP zou nog te doen zijn. Ja. Want dan krijg je ook niet elke keer one hit KO's, zeg maar. Nee, en dat is het voornamelijk. Van dat hij niet helemaal super de puper is, dat vind ik nog niet heel erg. Nee. Maar dat ik iedere keer gewoon hit word en dan meteen mijn spullen verlies, dat vind ik. Ja, precies. Oké, nou. Waar is hij? Hey, hallo Koji. Hallo. Ik heb geen idee. Hoe ver loop ik achter? Nou ja, ik ben de helft van de vorige aflevering en deze hele aflevering ook nog niet verder gegaan. Dus je loopt een klein stukje achter. Mag ik, ik vragen hoe? Omdat ik ik had mijn tweede medabot opgehaald. Ja. Alleen toen verloor ik van Erika weer, zeg maar. Dus toen moest ik sowieso een heel stuk terug. En nu ben ik eigenlijk gewoon aan het grinden totdat ik zometeen Erika wel gewoon kan verslaan. Aha. Had je ook een fight gewoon tegen War Bandit? Ja. Oké. Oké, daar gaan ze benen. Heel mooi, je hebt je snelheid verhoogd, maar
Hoe kan je sneller zijn met die benen van jou? Oh, lama. Het hebben van benen is beter dan het niet hebben van benen. Is overpowered, nee. Een beetje raar. Ah, dan gaat... Waar kon je nou zien wat een... even kijken. Oh, details start. Details, ja. Gewoon op start, dan kan je het zien. En dan kan je zien bij het hoofd anti-air. Anders de even kijken. Het is wel leeswerk, dus daarom zeg ik ook zo van... Wie dit ooit als een kind heeft gegeven voor zijn verjaardag, schaam je. Ja. Oh ja, ja, deze. Oh, maar dit is wel die hele coole. Mm. Die wil ik. Hoeveel poging kost jou, War Bandit? 1. 1? Oké. Okay. Ja. Ja, voor mij, ik heb zijn armen al, ik heb zijn benen al, ik moet alleen zijn hoofd nog. En zijn hoofd kan alleen maar zijn snelheid verhogen, dus ja. Chaka. Waarom had ik meer moeite met Pepper Cat dan deze? Pepper Cat klinkt moeilijker. Ja, precies, ja. Nou, ja nee, deze klinkt moeilijk. Ik krijg ook nog zijn hoofd. Ja, dat Nou, klaar. Oké, misschien kan ik net als stuk... Nou, ik weet niet of ik... Nee, dat gaat me niet lukken in de rest van de tijd om nog de tweede medabot te fixen. Oké, let's go. Kijken. Oh. Hey. Ja. Niks, nee, gewoon ja. Oké. Als jij het zegt. Ja, ik wil positieve mentaliteit. Dat heeft me ook door dit heen gebracht. Snap maar niet waarom. En je kan het argument geven. Het is niet gezond, maar hey. Dit werkt. Ik snap de game. Zie. Dan moet jij. Heb jij. Wat voor medal heb jij gekozen als trainer medal? Monkey. Monkey, oké. En je weet ook al welke je erbij gaat kopen of niet? Nou, degene die ik erbij wil kopen, kan ik er niet bij kopen. Oké. Ik ga waarschijnlijk gewoon voor de muis. Oké. En ik had eigenlijk misschien dan beter de muismedal kunnen doen, maar ja, hindsight is 2020. Precies. Ik ga nog die Erika battle een keer proberen, maar nu heb ik wel gewoon twee robo's. Mm-hmm. Die ook allemaal geboost worden, alle twee geboost worden. Ideaal. Dat scheelt ook. Electro missile en psycho missile, ja, ja. Mm-hmm. Oké. Okay. Ik doe ook even die fight tegen die robo. Oké. Okay. De standaard techniek van support. Dat deed fucking weinig damage. Oh, hij is sneller. Holy shit. Ah, oh, dat doet niks. Dat is mooi. Net, dat is mooi. Het is voornamelijk een Cloudbeast. En Cloudbeast kan alleen maar gewoon critten, dus dat is mooi. Oh. Oké, ik neem een klein stuk terug voor Rokuso. Als hij kan goed kan chain reacten, dan doet hij ook goede chain reacten. Want ik heb in één hit zijn arm en zijn been kapot. Oké.
Is het dan gewoon echt puur alleen het, gewoon het feit dat de begin game van Rokuro gewoon crap is? Waarschijnlijk ja. Want ik hoop voor je dat het nu in ieder geval allemaal gewoon... Ja, ik ook. Ja. En dat ik misschien nog net aan het einde ook nog een tweede medabot kan krijgen. Oké. Zo, hebben we dat ook weer klaar. Die Erika, die krijgt een tweede robot. Mm-hmm. En die heeft zo'n schild. En dan gooit hij zich zeg maar altijd voor de eerste, zeg maar. Snap je nou wat ik bedoel? Fuck irritant. Mm-hmm. Oké, dan leveren we mooi ons ding terug aan Erika. Kijken, missile. Waar kreeg je eigenlijk die tweede medabot? Volgens mij best wel snel nadat je de medal hebt gehaald. Volgens mij moet je dan nog even terug in school om Erika te bespreken, klopt dat? Nou ja, zou kunnen. Ik krijg hem echt heel snel daarna. Want jij hebt nog steeds maar twee, hè? Wat, twee robots? Mm-hmm. Ja, ik ben zeg maar net nadat je die tweede robot krijgt. Ik zit eigenlijk in het eerste gevecht daarna. Alleen ik heb dus de hele tijd niks gedaan. Omdat ik dus al die parts van die beer ging ding, omdat ik dacht dat ik die nodig had. Maar je hebt dus een andere anti-air nodig. Ja. Dus ik heb gewoon heel veel tijd verloren daaraan. Alleen, wat? Counter-attack? What the fuck is dit? Nou, precies wat je zegt, is een counterattack. Wauw, ik ben dood gegaan op een manier dat ik dacht van, dat is niet mogelijk. Maar gelukkig heb ik wel gezegd. Dat lijkt me dan een heel goed moment om te eindigen. Wat vind jij? Zeker. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Deze serie gaat heel lang duren, want we zijn nog echt bij het begin. Echt het begin van het begin. Ja. Toch bedankt voor het kijken. Vergeet zeker Jordi's kanaal niet te checken in de beschrijving. Adios, amigos.